In een interview met het ANP deelt Stuart van Ramshorst zijn opwinding over het presenteren van de omroep Max show met het mes op tafel, dat een totaal andere ervaring is dan zijn werk bij NOS Studio Voetbal. De 37-jarige presentator, die maandag de opvolger werd van Herman van der Zand, beschrijft zijn nieuwe rol als totaal anders en geeft aan dat het even spannend was om de uitdaging aan te gaan. Van Ramshorst, altijd al een fan van het quizprogramma op NPO 2. Besloot een poging te wagen toen hij hoorde dat Herman van der Zand vertrok. Na een screentest en wat opnames werd hij uiteindelijk de nieuwe presentator. Hij benadrukt dat het leuk is om iets compleet anders te doen naast zijn werk bij de NOS. Waarbij hij nu als gastheer fungeert en het cement tussen de kandidaten, vragen en de sfeer in het café is. De presentator geeft aan dat het programma behoorlijk wat improvisatie vereist en dat hij zich van tevoren goed voorbereidt op de vragen. Ondanks dat hij elementen van zijn voorgangers, Van der Zand en Joost Prinsen, in overweging nam, benadrukt hij het belang van het vinden van zijn eigen presentatievorm. Hoewel Van Ramshorst blij is met zijn contract bij Omroep Max en het presenteren van Met het Mes op Tafel, benadrukt hij dat zijn werkzaamheden voornamelijk voor de NOS zullen zijn. Hij sluit echter niet uit dat hij ook in komende seizoenen de spelshow blijft presenteren. Zolang het plezier aanwezig is.